Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik zie er niet uit, maar oké. Het is vandaag maandag 5 maart, het is nu 9:10 in de ochtend. Ja, ik heb de meiden nou lekker bij me liggen. En ik weet één ding, de wereld kan raven lopen, maar dat maakt niet uit. Ik ga vandaag de hort op Roderick, die gaat lekker mee. De GoPro die gaat zometeen nog even aan opladen, want die neem ik ook gezellig mee. En dan neem ik jullie gewoon weer een beetje mee op pad. Ja, als ik er zin in heb. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Kom! Hey Max. Je kunt nog lopen op en op het ijs, zeg. Kom maar, Lovely, kom maar. Als je doorheen zakt, geweldig. Ja hoor. Goed zo, Max. Je staat erop hoor. Lovely, kom deze kant op. Goed zo, wat luister je goed. Lady. Kom dan. Lady. Hou die lijn even slap. Max, kijk eens. Dankjewel. Nee, blijf. Want ik wil even. Jij denkt gelijk omdat ik deze kant op loop en dat ik verder ga lopen. Nee, ik wil een foto maken. Oh. Jammer, Karin. Kom dan. Het staat erop hoor, Max. En dat je blaft. Het staat erop hoor. Okay. En nog een keertje blaffen. Nee, hè? Ja, nog een keer. Goed zo. Nog een keer. Goed zo. Ja, nog een keer. Ja, ik wou net zeggen, ga juist maar lekker die andere kant op. Goed zo. Max. Max.
Nee, dames. Max. Het vriest nog wel een beetje, maar nog niet helemaal zoals het was. Foto's hoor, voor je. Top, blijf. Filmen en foto's te maken gelijk, hè? Ja. Goed. Joepie! Die staat er mooi op ook. Oh, jongen. Weer binnenkort even afspreken met hem, met Mies. Ja, hè? Ja, hè? Gaan we weer doorlopen dan? Ja, hè? Ja! Kom mee! Hé, hey, kleine meisjes. Oké. Ik moest even. Auw, dat komt er ook zo zielig uit. Auw. Ze kunnen echt Lady gewoon op bijhouden ook, hè? Die hutte met tut. Hoe vind je het weer vandaag? Ja, lekker weer. Lekker zonnetje, niet al te koud. Nee. Voelt mij doodertje. Ja, joh, het zonnetje schijnt. Lucht is mooi blauw. Kijk hoe mooi blauw. Mensen, gaaf, hè? Ja, en onze eigen vlogcamera die is eventjes weer ter reparatie. Dus dan maar eventjes met mijn telefoon. Alleen wij moeten er weer een beetje zin in krijgen om te gaan vloggen. Ja. Ja. Dat was er even niet meer, hè? Nee, even niet. Nu weer wel. Nou ja, ja. Ja. Dat maakt gewoon zin. Ik moet gewoon weer gaan doen. Ja. Het leven gaat gewoon door, hè? Ja. Ook naar de val van Rome gaat het leven door. Ja, precies. Hij is zo makkelijk. Hij is hier wat make-up spelletjes. Niet al te veel, maar. Waar vond je dan nou het laatste dat ik begon? De meeste staan ook in de grote studio. Ja, daar heb ik echt genoeg. Ja, het moet allemaal hierin. Ik vind de tafel eruit gaan weer en de kapstok gaat eruit. Oh. Ik ga het allemaal hier aan in knallen, toch? De hulk. De hulk. Hoezo de hulk? Ga je hem echt groen maken? Groen. Groen is het. Groen camoufleert rood. Oké. En bukkeltjes en alles. Dan zie ik het. Een klapsipje van jou. Ik hoop je schouder meekijkt als dat mag. Tuurlijk. Eerste laag. Als ik in de weg loop, moet je zeggen. Nee hoor. Doe je toch niet bij hem. Scheelt je. We zullen even kijken welke ik ga pakken vandaag. Dan ga je er nu maar. Slaapie. Oh, ik vind het heerlijk en dat weet hij. Okay. Ik kom hier gewoon echt tot rust. Je bent nu al een stuk rustiger dan vanochtend. Ik had er van de week eentje, die zat helemaal te. Die hebben ze ook in de medicijnen, weet ik veel. Ja. Ze zat helemaal te starten en ik ging de make-up doen. Ze zegt, ik heb hem nooit zo stil gezien. Ik kom maar helemaal bij. Zie je het? Je kan hem ook gewoon alle
eens vragen, hè, wat hij nou aan het doen is, hè? Dit is de eerste laag foundation, de lichte foundation. Je hebt eerst dus de vlekken weggewerkt, zeg maar. Ja, de ergste wel die plekjes doe je met groen. En dan beginnen met een lichte foundation. Ja. Dan doe ik gewoon de basis mee. Dus eigenlijk gewoon één lichte kleur. En je smeert alles op je hand? Ik ga het met twee andere kleuren. Twee andere, oké. Ga ik een beetje shapen. Oké. Model erin brengen. Oké. Maar je doet nu alles op je hand alsof je het palet gebruikt, zeg maar. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dan kun je meteen testen wat voor kleur het wordt op een huidkleur. Ja. Oké. Okay. Ik vind sowieso met mijn vingers werken lekker was met kwasten. Dat je voelt gelijk alles. Waar het zit, ja. Bij mijn eerste visagiecursus mochten we alleen kwasten gebruiken. Oké. Okay. Bij mijn laatste cursus heb ik geleerd om met je handen te werken. Ja, oké. Okay. De meesten vinden het ook wel lekker als je zo zit. Helemaal. Ja, gezichtsmassage inderdaad. Een soort van. Een beetje pesten moet erbij horen, hè? Het is ook een vrij matte foundation, normaal gebruik ik glimmend. Ik wil deze keer proberen. Zou je dit licht hebben? Nee hoor, nee. En bij Henk niet. Nee hoor. Exact. En heb jij er goed op wil hebben, dus kan ik in het licht gaan staan, dan zie je het niet meer. Maar je doet het lekker rustig, niks overhaast. Dan pak ik een iets donkerder kleurtje. Okay. Dat is onder... Krijg je wat schaduw onder je kaartlijn. Oh, onder okay. je been bedoel ik. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb er misschien dat iemand zo'n roze veegat op de wang, ja, zeg maar. Dat komt straks. Dat is. Okay. Dat komt hier weer boven, zeg maar. Oké. Okay. Nou, dan pak ik een donkere foundation. En dan kan je deze mijn neus wat smaller maken. Smaller, oké. Okay. Optisch gezien. Meer optisch. Dat is eigenlijk een beetje schaduw. Subtiel. Niet te veel. Je moet het eigenlijk net niet zien. Dat is het mooiste. Kijk hoe mooi je foundation is. Hoe glimt je als de neus? Heeft het ook met de huid te maken, de structuur? Nee, het is een ander merk. Oh, okay. Het is een nieuw typetje, ik wou eens proberen. Okay. Ik heb een gaatje gekregen, maar dicht kunnen we van de piercing. Je ook die factuur wegwerken aan de zijkant. Welke? Hier. Dat is een flinke, flinke ja. Jaap. Joost mag weten dat het Jaap is. Toch? Ik doe nu alles dicht. Zo, nou dan pakken we een lichte stuk. Een lichte stuk. Okay. Een lichte stuk. Dus de neus een beetje oplichten. Voorhoofd een beetje een beetje. Het is allemaal mat. Dat is mooi. Dus,
ogen doe ik meestal ook wel dichter. Het geeft wat frissere. Oké, maar je benadrukt nu dus de contouren, zeg maar. Ja, dat is gewoon een beetje een highlight eigenlijk. Oké. De concealer. Zo, normaal zou ik hem nu heel mat poederen, maar dat doet eigenlijk niet omdat hij al mat is. Ja. Dus ik doe hem nou heel lichtjes poederen. Okay. Heel lichtjes poederen. Ze is wel niet zo, hè, ze de bek uit. Want de pest heeft die neuk was in de neus tegen. Dat doen ook. Dat doen ook. Hij wel. Ik heb hem onderhand hoor. Maar je frons is nu ook een stuk minder. Hè? Je frons is nu ook een stuk minder. Ja, als ik nu heb dicht. Alles wat mat is, is altijd een mooie opgeving. Nou, ik ga hier de lengbrandje doen, dat maak ik heel simpel. Een kostje. Hè? Ja. Tintje, donker, niet te veel. Okay. Ja. Heb je ook nog tandenbleekmiddel of niet? Tandenbleekmiddel? Ja, als je even een lach geeft. Nee, die heeft hij niet meer. Oké, dat is maar goed dan. Mag ik even wat proberen wat ik nog nooit gedaan heb? Oh ja hoor, je vogelt maar wat uit en dat weet je bij mij. Ik ben toch al je proefpersoon. Oh. Wat dan? Geen idee of het lukt, maar ze hebben het maar niet van de film altijd. Hm? Oké. Okay. Zo dan. Dan kan dit ook het handig zien. Zonder gaat eten. Is het een speciale stift of? Dit is een speciale eyeliner, hele zwarte. Oké. Okay. Je gaat niet voor de Egyptische look. Nee, wel een beetje extreem. Dan ben je vorig toch wel heel mooi dat ze zwart is. Ze gaan wel lekker. Lekker dik. Oké. Okay. Open. Ik heb onweer ook even weggenomen. Op die manier kun je ook iemand heel vermoeid te laten uitzien. Natuurlijk. Ja. Door wallet aan te brengen, zeg maar.
heb ik dat pas gedaan. En ook huilen en mijn make-up helemaal uit laten lopen. Dus, Oké. Dat is wel heftig. De meeste brengen ook eerst de oogmake-up aan en dan de foundation, maar ik doe het tot op dit andersom. Nog een beetje bijwerken. Is dat een twee kleuren stift? Ja. Oké. Okay. Ik gebruik eigenlijk alleen de lichten. Oké. Althans bij haar. Je kan ook die donkerbruine, zeg maar, aan de binnenkant van de neus zetten. Dat je schaduw krijgt. Oké. Zo, dan gaan we de zwarte lijn even bijwerken. Een stuk. Er zat geen dopje op. Ja, joepie. Ja. Kniepen we eruit. Een koolstiftje, maar die moet je hier. Heb je toevallig een klein stukje, of niet? Ja, die heb ik. Mooi. Dat is een koolstift? Nee, gewoon een potloodje. Niet bijzonder. Ik heb wel kool, maar die heb ik hier niet. Oké. Ik doe het eerst met vloer aan, want die is lekker diep zwart. Ja. Dan veet ik hem een beetje uit. Met, Is ook weg, jij. En dan heb ik niet de hele stoel gezet. Opa? Dit is goudkleurig of geel? Ja, geel goud. Ik weet niet wat ik ga doen, dus ik begin licht en dan ga ik steeds donkerder. TV.
heel handig hulpmiddeltje voor. Tegen eigen wimpers aan te plakken. Dat zijn blonde wimpertjes. Mm-hmm. Dat is altijd wel lastig, want dan blijf je als je ogen open doet. Dus je zorgt dat je niet blond eronder zit. Dan gaan we zo wel weg. Dus je moet zakken. Ja, en precies een doekje dat zit dwars. Ja, en er zit ook een lijn bij een randje. Dat gaat straks wel weg. Nee, precies en bij mijn neus dat. Ja, maar er zit nog lijn, dat weet ik. Het werkt is wel bij, maar moet eerst even een beetje drogen. Dan blijft hij loslaten. Als hij dan een beetje in mijn deel zit, moet de rust goed zijn. Ik zie maar niet de meest ideale wimpertjes dit. Tiri, schoon doekie. Open? Is het, zie je het hier weer? Nee, doe maar open, zit hier een haartje. Gaat beter, hè? Ietsje lager. Ja, gaan we even laten weer drogen. En je hoeft niet alles warm te filmen, maar gewoon af en toe. Dan wordt er wel heel veel straks. Ja. Ja, dan moet er weer als je. Ik ga even expres kijken. Welk kanaal is dit? Wat moet je nou liggen? Zo, nu wel. Net. Ah, oh, nou niet meer. Weet je wat? Ja, nu wel. Kijk aan de rotje.
Ja. Nou, en wij, Roderick die loopt daar ergens weer. Hij loopt nooit naast me, nee. Ik heb dus nou een fotosessie gehad vandaag. Ja, Roderick heeft lekker erop los gefilmd. Ja, dat is leuk. Zoals jullie ook kunnen zien in mij, heb ik nog make-up op. Ik heb het er nog niet van afgehaald. Nee, dat ik daar nog geen zin in heb. We lopen dus nou lekker buiten. We gaan nou lekker een blok lopen, hè? Ja, flink blok. Lekker ja, mooi hè? Ja. Kom, Luffy, ja. Yeah. Alleen, het is een beetje irritant nou, om weer met mijn telefoon te gaan filmen. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. We doen ons best. En wij gaan er alweer voor. Ja hoor, geen punt bij kawaii. Nee. Nou, Rodi gaat naar boven lopen met Max. Kijk, daar loopt hij. Dan gaat hij zometeen naar hier weer vanaf, zometeen. Ga maar een beetje genieten en van het mooie uitzicht. En dan moet hij er zometeen hier weer zometeen vanaf komen. Moet hij er hier zometeen weer vanaf komen. Hey! Uitkijken, want hier zie je helemaal straks niks meer. Rustig en Max naast je houden, Ro. Hij moet jou rustig begeleiden, niet snel. Als hij snel gaat, laat je hem nu zometeen wel zitten. Een soort van hulphond en te laten worden. Rustig, Max. Mooi uitzicht, hè? Dan gaan we deze kant gewoon weer op. Ah, kom, los! Nee, niet spelen aan de lijn. Oké, wij zijn dus nu bijna thuis. Nog niet helemaal. Lovely die heeft eventjes het graven weer uitgevonden. Lady staat daar. Roderick die loopt daar. Maar daar waar Roderick nu wijst. Ik zal even inzoomen proberen. Hoop ik niet. En dat Lovely gaat trekken van hem ook. Ja, daarboven zie je dus... Nu twee dingen. En daar lag de. En daar hing dus altijd dat blauw bord. En van het is een fietspad. Die hing dus eerst daar. Maar het is dus. En er is nou geen fietspad, maar een ijspad. En straks een waterpad. Joepie!